Hi Maag, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 48 en dat is van maandag 26 november tot en met zondag 2 december. En als de kaart is geschud om te kijken wat week 48 voor de maagd in petto heeft. De 7 van staven. De 7 van bekers. En de 4 van staven. Het lijkt een week te zijn, beste maagd, waarin je een beetje de discussie met mensen aangaat. Het lijkt alsof je graag wil discussiëren met andere mensen, eigenlijk over allerlei onderwerpen. Ik heb wel het gevoel dat het je juist meer vragen gaat geven in plaats van oplossingen. En dan kan het hier ineens misschien weer te veel of te groot worden. Het kan ineens heel overweldigend zijn. En dan zou ik zeggen voor jezelf, probeer om kleinere stapjes te nemen om het niet zo binnen te laten komen. Maar zet op papier wat je wel wilt en wat je niet wilt. En kijk dan wat voor stappen je kunt gaan nemen. Een heleboel kleine stapjes maakt ook een hele grote stap. En als je een stapje hebt gedaan en het is iets wat je kunt afwinken, om het zo te zeggen, dan kan het weer heel veel rust geven en juist weer moed geven en inspiratie om verder te gaan. Dus probeer voor jezelf om het kleiner te maken en dan die stappen te gaan zetten. Want ik zie ook aan het eind van de week lijkt je dat eigenlijk gedaan te hebben en kun je weer verder gaan komen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.